De oostvaarders uit de Gouden Eeuw hadden heel wat nodig om een grote vrachtschip in beweging te krijgen. Motoren, die waren er toen nog niet en dus waren ze afhankelijk van de wind. Maar ja, om die wind te vangen en het schip stevig op koers te varen, was heel veel nodig. Man en denkkracht, maar ja, ook zoiets als hout en touwen. Stijn Somers van Batavialand, die weet daar alles over. Stijn, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent officieel leermeester tuigages. Zeg je dat zo? Tuigages, ja toch? Ja, zo kun je het wel noemen. Het is wel een titel. Hè. Ik doe eigenlijk al het werk wat op een boot een beetje moet gebeuren. Dus eigenlijk, het is een soort bootsmanfunctie. En aangezien ik ook een leermeester ben om mensen wat te leren, hebben ze daar zo'n functie van gemaakt. Wat kun je uitleggen over tuigage? Wat is dat precies? Zijn dat alle touwen? Is dat wat ik mij daarbij voorstel? Of komt daar veel meer bij kijken? Nou, in principe is het zo, een beetje oneerbiedig gezegd richting de scheepsbouwers. Maar een scheepstuiger of een tuiger maakt van een houten klomp een schip. Dus je moet je voorstellen, de scheepsbouwers hier leggen ze hele mooie romp neer. Het ziet er ontzettend mooi uit van de onderkant. Maar ze gooien hem altijd in het water, dus je ziet het nooit meer. En wij zorgen ervoor dan dat het schip vooruit komt. Daar heb je dus wat masten voor nodig, wat zeilen, een heleboel touw. Op de kade is het zo'n beetje 22 kilometer. Als je gaat zeilen dus. Hè. En dan heb je dus het plaatje wat de meeste mensen kennen van schoolplaten van de VOC, van schilderijen, het Rijksmuseum. Ja, Stijn, dat is een beetje de functie van tuilmeester. Ja, Stijn, nou vaart er helemaal niks vanaf de Bataviawerf. Want dat ligt allemaal voor anker. Wat heb je dan nog voor werk te doen op de werf? Nou, het is ook vaak onderhoud. De bedoeling was, kijk, vlak voor de opname van Michiel de Ruiter zijn toen de masten nog vervangen, de ondermasten. En de bedoeling was dat de bovenmasten daar weer bovenop gezet werden. Die zijn in principe allemaal klaar. Dus die zijn allemaal voorbereid om er opgezet te worden. Sowieso voor het plaatje, maar de toekomst moet even helder worden wat er gaat gebeuren met de bedrijven zelf. Het plan om de bedrijven op het land zelf te zetten. Dat wil nog steeds niet zeggen dat de masten niet opgezet kunnen worden. Dus we zijn daar wel mee bezig. En de rest zijn we gewoon onderhoud aan het doen. Die boot is natuurlijk bij elkaar alweer 35 jaar oud. En zo'n schip dat ging toen een tijd niet zo lang mee. Dus het feit dat zo'n schip meestal in het zout water lag. En dat is wat voordeliger voor een schip om in zout water te hebben dan in zout water. En doen jullie het onderhoud ook op dezelfde manier als destijds het onderhoud werd gepleegd? Want jullie hebben de boot wel ooit zo gemaakt, kan ik me herinneren, dat er geen nieuwerwetse dingen aan te pas kwamen. Is dat met het onderhoud precies zo? Nee, we moeten wel wat moderne middelen nemen. Kijk, zo'n schip toen de tijd, die had voor 150 man bemanning. Die kun je allemaal een schuttepiertje geven en dan komt er heel wat voor elkaar op een dag. Als wij dat met z'n vijven moeten evenaren, dan moeten wij een inhaalslag maken. Dus wij doen wel wat met moderne spul. Hetzelfde geldt ook, de verven zijn wat moderner. Toen de tijd werd de lijnolieverf gebruikt. Heel mooi materiaal. Dat hebben we in het begin ook gebruikt met de Batavia, maar dat was toch een vrij dure aangelegenheid. Dus we zijn overgegaan op wat moderner materiaal. Maar de rest is je moet nog steeds de mast inklimmen met handjes en voetjes om boven te komen. Een zeil aanslaan moet je ook nog steeds met de handen doen. Dus in principe zijn de werkzaamheden die je doet nog verzeld als 17 of zoveel jaren geleden. Alleen met iets minder man. Ja, 5 man zeg je dus. Je kent die reconstructie van de Batavia echt wel op je duimpje, want je bent al heel lang betrokken daarbij. Wat vind jij nou, als je denkt ik moet even tot rust komen en ik wil optimaal genieten van die Batavia, wat vind jij nou de mooiste plek op dat schip? Nou, in het verleden vond ik het ruim altijd wel heel erg prettig. Daar zit je echt onder water. En dan is het echt ook stil. Het enige wat je dan hoort is de schroeven van de schepen die voorbij komen. Maar de laatste tijd kan ik me ook wel redelijk vermaken in de kapiteinshut. Of anders. Eigenlijk is mijn allerliefste plekje helemaal bovenin. Ik noem het altijd mijn kantoor daarboven. Maar dan praat je over een meter of 40 lucht in als die stengel weer omhoog zitten. Heb je dan over het kraaiennest of nog hoger? Ja, kraaiennest had je toen niet. We zijn marsen heet zo. Ja? Kraaiennest is echt zo'n soort ton, hè, waar een soort omheining zeg maar, waar je in kon zitten. Maar het wordt wel kraaiennest genoemd, omdat de kraaien tegenwoordig daar best wel nesten kunnen maken. bovenin. Ja, en ga je nou net zo snel naar boven als dat je vroeger deed?
Nou, ik ga daar geen weddenschap op leggen. Maar het is inmiddels 20 jaar geleden dat we met die boot zijn bezig zijn in Australië. Ja. En ik kan me nog redelijk goed voortbewegen. Maar de snelheid zal er wel een beetje uit zijn. En buiten dat, weet je, er is ook geen haat van de boven te komen. Hè? Je mag er de tijd ervan nemen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, even over, ja, je zei het al. In 2000 was het schip naar Sydney voor de Olympische Spelen. Door de haven hebben jullie daar ook nog even echt de zeilen vol opengezet. Wat was dat voor ervaring? Ja, wel heel apart. Hè? Ik ben in 1992... verzeld geraakt in Lelystad. En ik heb mij als eerste eigenlijk aangemeld met de vraag van, goh, zoeken jullie nog bemanning? En toen ze zei van, nou, we zijn nog aan het bouwen, maar je kunt wel meehelpen met bouwen. Dus zo ben ik erin gestroomd. Maar aangezien ik in het garage terecht kwam, was het wel, dan ben je dus wel continu bezig met wat alles. Hè? Als we gaan zeilen, wat gaan we doen? Hoe zwaar is alles? Hoe kunnen we alles bewegen? Dus op een gegeven moment komt dan zo'n punt in 2000, hè, dan ben je alweer 8 jaar verder, dat het punt daar is. Hè, dat je dus die droom of dat ideaal wat je voor je hebt probeert te uiten in een voorbeweging van het schip. Mm-hmm. Ja, en dat was heel apart, want je moet hier, dit is heel onbekend. Zo'n schip is sowieso voor heel veel mensen onbekend. Als je kijkt naar de mensen die dus ons geholpen hebben. Wij gingen met z'n zevende gingen we daarheen, hè, uit Nederland. Maar ja, daar vaar je geen schip natuurlijk mee. Dus er zijn in Australië, we hadden een Australische kapitein zover gekregen om kapitein te zijn van het schip. Maar die heeft een hele bemanning van zijn eigen schip, wat hij in West-Australië had leren. Daar was de kapitein op. Heeft hij allemaal over laten vliegen van Perth naar Sydney. En dat is een bestand. Dus dat is van, ik ga even heen en weer. Zeilen op de Noordzee. En ik ga mijn manning over laten sturen uit Egypte. En dan nog verder zelfs. Mm-hmm. Dit is de haatstraat van de zotten. Maar er waren dus 40 mensen die wel ervaring hadden met dwarsgetuigde schepen. Maar geen eind eigenlijk met zo'n schip zoals in Batavia. Alles is 10 keer zo zwaar als wat die mensen gewend zijn. Mm-hmm. Zo'n grote raam bijvoorbeeld, die weegt 2,5 ton. Ja, die moet er wel omhoog gegeven worden met iemand als 30. En als je dan ziet dat het echt werkt, dan is dat gewoon mooi om te zien. Ja, moet je dan een traantje wegpinken? Zal ik nog een keer? Moet je dan een traantje wegpinken? Want ik kan me voorstellen dat het ook best wel een emotioneel moment is als het blijkt te werken wat je hebt gebouwd. Nou, het was voornamelijk spannend. Zo moet je het eigenlijk zien, hè? Want er waren diverse. Sommige mensen hadden bepaalde ideeën over bepaalde zaken. En die zullen ze eigenlijk allemaal uitproberen. Hè? Zoals de steen omhoog en de raas omhoog en de zeilen erboven. Of de raas naar beneden toe. En dan de zeilen omhoog trekken. Er waren verschillende scenario's. Dus we hebben eigenlijk allerlei dingen geprobeerd. En dan zie je dat bepaalde dingen dus absoluut niet werken. En absoluut dingen dus ook weer wel. En dan kom je echt achter dat de ouderwetse manier die dus in de 17e eeuw beschreven staat, die dan in de loop der tijd zeg maar, ingehaald is met de modernere tijd, dat die ouderwetse manier eigenlijk bijzonder goed te doen is. Zeker met zo'n schip en zeker met de zeilen die wij hadden. Want wij hadden dus gewoon de originele canvaszeilen, 70 deels. Die waren dus bijzonder zwaar. En dat was een grote tegenvaller voor de mensen die uit West-Australië overkwamen. Want die waren gewend om met daakomzeiltjes te werken die helemaal niks wegen. Ja. Die je met één hand gewoon fijn knijpt. Ja, dus jullie hadden ze echt wel aan het werk gezet, begrijp ik. Ja, het vond het allemaal fantastisch hoor, zeg ik erbij. Maar ze moesten echt wel even een slag slaan van de 17e eeuw naar de. Even terug naar de 17e eeuw. Ja. Van hoe was het nou eigenlijk? Dus dat was best wel spannend. Ja, Stijn, nou zal hij waarschijnlijk nooit meer gaan zeilen, de Batavia. We moeten al hopen dat hij op het land komt. Daar wordt al veel geld voor gezocht. Is dat toch een beetje jammer dat het nooit meer een tocht zal maken? Oh ja, absoluut. Ik had een ander scenario in mijn hoofd. Dat is ook kenbaar gemaakt. En ja, daar hebben mensen anders over nagedacht. En natuurlijk ga ik het jammer vinden. Maar aan de andere kant, ik heb nog wel de herinnering van het 20 jaar geleden dat we gezeld hebben ermee. Dus die hou ik even vast. Ja, zo moet het ook. Stijn Somers van Batavialand. Dankjewel voor je mooie verhaal over wat je allemaal doet aan boord van de Batavia. Ondanks dat hij gewoon voor anker ligt voor Lelystad. Dankjewel en ik wens je een heel prettig weekend. Hey, dankjewel. Tot ziens.